Welkom allemaal bij deze video, mijn naam is Ali. Vandaag is er weer maandag, betekent dus een nieuwe video. Laten we even de cryptomarkt in zich heel bekijken. Als we kijken naar de cryptomarkt, dan zien we dus dat we weer de bullish fase zijn ingegaan de afgelopen week. Als we kijken naar de afgelopen 24 uur, zien we dus dat een heel veel aantal coins weer groen zijn. Weer mooi aan het stijgen zijn, rebounden, dus dat is mooi. Ja, afgelopen 7 dagen zien we ook enorme toename in heel veel coins. Dus dat laat zien dat de bull market zeker nog niet voorbij is. Dus dat er nog heel veel potentie is om verder te groeien in de markt. Laten we kijken naar de totale crypto market cap. De totale crypto market cap zit nog steeds in de ascending triangle. We maken nog steeds higher lows. We hebben wel een lower high gemaakt, maar dat maakt op zich niet uit. We komen nu langzamerhand weer bij de resistance line gaan. En elke keer wanneer wij hier tegenaan gaan, zien we dus hier een point of rejection, hier point of rejection ook. Als je hier naartoe kijkt, ja, ongeveer hier in de buurt, hier zo ook weer, hadden we moeite doorheen te breken. We zijn het eind doorbroken, weer naar beneden gaan, dus waarschijnlijk wellicht hier weer. Dus het is ook een theorie, namelijk hoe vaker je tegen een resistance line aanloopt, des te groter de kans is dat je het door gaat doorbreken. Maar mocht het weer zo zijn dat we hier gaan falen, dan kunnen we uiteindelijk tot september 2022, als je hier naartoe kijkt, hier is dan het apex gedeelte van deze ascending triangle, dat we dan nog tot zover kunnen doorlopen, als het eventueel moet, hè. Ik zie nog steeds de bullish, de cup and handle pattern hier terugkomen, hier zo zie je dat. Dus ik wacht er nog even van uit van wat er gaat gebeuren precies. En dat moet wel goed komen. Als we kijken naar de daily timeframe, zien we dat de RSI bullish is. Dit is ook bullish. En de MACD begint langs vanuit bullish te crossover. Dus ziet er allemaal heel goed uit. Alright, de BLX chart. Laten we dat ook even bekijken. De cryptomarkt op de longer timeframe. Even kijken, we zitten nog steeds in de ascending triangle. De ascending triangle kan uitlopen tot. Even kijken, laat ik even shift ingedrukt houden. Zo, en deze zal ik even recht houden. Tot ongeveer juni 2022, mocht dat zover doorgaan. Dus daar zit ik nu even naar uit te kijken. Maar als we kijken naar de indicatoren, de RSI begint langzamerhand boven 50 niveau te komen. Is het ook? Dus dat is heel bullish. Hier zie ik dan het volgende gebeuren bij de stochastic RSI. Elke keer als wij deze momentfase zagen wij dus dat de laat gewoon op de weekly doen. De weekly, oké. Nou goed, als we dus kijken naar deze momenten, excuses, laat ik deze zo pakken, dat is veel beter. Zo, ja, dan zien wij dus dat de stochastic RSI boven het 90 niveau blijft. En we zitten nu weer op het niveau, dus we kunnen dus wel. Op het moment dat het hier zo begon door te breken, zagen we de MACD bullish crossover. De stochastic RSI was dan boven 90 niveau en de RSI was boven 50 niveau. We zien weer hetzelfde gebeuren, beste dames en heren. We gaan hier zo langzaam het groeien naar boven. Ik hoop dat we hier nog zijwaarts zullen gaan en dan ons weg hier zullen vervolgen. Ja, ik denk wellicht nog wat down momenten en dan ons weg zullen vervolgen om het te doorbreken. Excuses. Oeps. Jeetje. Ja, dus ik denk dat er zoiets kan gebeuren. En dan dat we dat gaan doorbreken. En als we dat moment gaan doorbreken, dan komen er echt hele sterke bullish move naar boven. Nou, ik heb ook het een en ander voorbereid, beste dames en heren. We naderen bijna het nieuwe jaar in. Dus ik heb dit voorbereid voor jullie, jaarwisseling. Dus heb ik dus een verticale lijn getrokken bij iedere jaarwisseling. Dan kunnen we dus kijken van wat wij de komende jaren kunnen verwachten. Nou, laten we even de voorgaande jaren vergelijken met wat wij nu kunnen verwachten. Als ik zo persoonlijk kijk naar de markt en de economische situatie op de wereld, is het voor mij heel erg sterk en logisch dat de volgend jaar echt een bullish markt is. Waarom? Er wordt nog steeds heel veel geld geprint. Nog een lockdown is gekomen, ook op de wereld en hier in Nederland.
Verdere maatregelen worden getroffen. De economie krijgt nog meer rakenklappen. De ECB, de centrale bank, moeten nog meer geld bijlenen van private banken. Ze laten zien dat crypto gewoon heel schaars is. En dat het zal toenemen in waarde. Gezien het ook wordt geaccepteerd als wettig betaalmiddel. En los daarvan laten de indicatoren zien dat wij langzamerhand naar de bullish side zullen gaan. En dat is dan ook een mooie, sterke indicatie. Dus we moeten het gewoon even afwachten, zoals ik zeg tegen jullie. En laat je gewoon verrassen, zoals ik het zeggen. Hier zien we ook gebeuren op het moment dat wij hier het jaar 2021 ingingen, waren de indicatoren heel bullish. 50, hier was het dan boven 90, hier ook boven 50 en hier was de MACD positief. Nou, hier hebben wij dus, wat hebben we hier verwacht? Hier was het onder 50. Nou, we hebben een klein beetje stijging gehad. En hier was toen de Black Swan event van corona natuurlijk. Dat heeft ook een rakenklap gegeven, dus dat kunnen we ook niet verwachten. Dus, wij kunnen dus ook rekening houden met het feit van, ondanks dat wij dus zien dat deze indicatoren ook wel toch wel richting de bullish side gaat. Want je ziet de MACD is groen. De RSI, ja, begon langzaam boven de 50 te gaan. En hier was hij nog wel een beetje negatief. Maar hier was het dan weer boven 50 gaan. Dus we moeten ook ons voorbereiden op nog een Black Swan event wat er eventueel plaats kan vinden. Dus laat je daardoor niet verrassen. Het jaar daarvoor, 2019, waren wij, even kijken, ook langzaam naar de bullish side gaan. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met de bull and bear cycle. We hadden de bear market achter de rug, we hadden de bodem bereikt en daarna gingen we verder stijgen. Hier zo zag je dus, hier was het einde van de bear market. Laat ik deze chart ook gelijk erbij pakken. Bitcoin halvening. Ja, ik denk dat het ook wel beter is, toch? Heb ik die lijnen ook getrokken? Ja. Oké. Ja, hier zie je dus de gele lijnen zijn dus de halvering effecten. Dus dan weet je dus als die halvering heeft plaatsgevonden dat de markt meestal stijgt. Dus vandaar dat je ook de stijgende lijn ziet. Dus we hebben, ja, en gezien ook, we hebben de blow-off-top nog niet gehad. Dus ja, ik zie echt enorme bullish sterke marktbeweging in het komende jaar. Ik zal deze heel even lokken, zodat ik hem niet per ongeluk kan verplaatsen. Laten we dan weer verder gaan naar het jaar 2014. We hebben toen de bullish, kijk, hier hebben we de halving gehad. De eerste top, de tweede top. Dus dan komt natuurlijk de bear market. Dus daarom is het dan ook logisch dat wij de dalende jaarwisselingen hier krijgen. Even kijken. In 2013 gingen we dan natuurlijk in de parabolic fase te maken met het feit dat we de laatste Bitcoin halving hadden. En hiervoor, ja, kan ik niet echt veel data gaan analyseren. Waarom? Het was Bitcoin echt nog heel begin. En waren we maar daarin gestapt. Dus, nogmaals, hier is de halvening. Na de halvening komt altijd de bull market. Kijk, je ziet altijd deze twee two round the top, 1 en 2. En daarna zien we de parabolic fase komen. Onthoud deze vormen. En dan zien we hier, het hier weer gebeuren. We hebben hier zo dus 1 en 2. En dat zie ik dan hier weer gebeuren. Kijk. In die tijd was dit echt de enorme, was dit de werkelijkheid voor ons, dat dit de all-time high was. En op het moment dat wij dit doorbraken, zagen wij dus dat wij in de parabolic fase gingen. En je ziet ook two round the tops en dan wordt er vervolgd door een enorme bull market. Hier zien wij dan ook de twee bull top met een ascending triangle, bullish indicatoren, bullish fundamentele aspecten en dan kunnen wij dus ook een hele mooie prijsstijging verwachten. Ik zal natuurlijk ook wel wat voorzichtiger zijn met de voorspellingen gezien de afgelopen jaar, want ik heb te veel verwachtingen gehad van de afgelopen cycles. Dat heb ik dan toegepast op deze cycle. We moeten ook beseffen van dat de tijden veranderen, nieuwe spelers in de markt komen en ook zij de markt willen beheren. En dit is ook wat ik jullie mee wil geven. Even kijken of ik die had voorbereid voor jullie. Had ik die voor? Ja, kijk, hier was het dan. Dit is een mooie kaart. Als je kijkt naar S&P 500, dan zie je dan al de redenen die hier zijn weergegeven op de kaart met de timeframe van dat er allemaal redenen waren om te verkopen. Nou, als jij dat allemaal gewoon ging negeren, dan was je nu echt in een enorme rendement.
een enorme profit. Maar als jij telkens met deze swings meegaat, met al deze geruchten meegaan die gaan op de media, dan ga je heel veel geld verliezen. Dus zie je dus, op lange termijn zijn we dus gewoon heel bullish. Dus we moeten ons niet gek laten maken met alle negatieve berichtgevingen. Want uiteindelijk zullen deze dalingen lijken op de dalingen van 2017. En ja, niemand praat meer hierover. Over deze dalingen van, even kijken, laat ik dit zo voor jullie maken. Van 2017. Ik zal deze dan ook even uitzetten, deze. Waar is 2017? Kijk hier. Zag je al die dalingen van 40% enzovoort. En niemand praat er meer over. Dus dat zal ook hier weer gebeuren. Dus laat je niet gek maken met de prijsbewegingen die wij nu zien allemaal. Het is allemaal gezond dat dit allemaal gebeurt. Dus ik ben er wel blij mee. Nou, laten we dan verder gaan. Even kijken. We hebben de daily time hebben we al bekeken. Het ziet er heel sterk en bullish uit. We hebben de indicatoren ook weer even gekeken wat er gaat gebeuren. Laten we kijken op 4 uur timeframe. 4 uur timeframe. Zitten we nog weer zijwaarts, zie ik. Ik zie hier dezelfde bullish patronen terug inkomen. Oké, ziet er allemaal gezond uit. 1 hour timeframe, laten we die even analyseren. Zoiets. Point of rejection. Oké. Ja. Symmetrical triangle ongeveer. Nou, gewoon afwachten zou ik zeggen. Laat de kaart uitspelen. Lange timeframes zijn we echt bullish. Dat zie ik echt in de charts. Dus laat je niet gek maken wat gebeurt op de shorte timeframes. Tenzij je natuurlijk wil gaan traden. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen op shorte timeframes. Bitcoin dominance. We hebben even kijken. Hoe vaak hebben wij de. Laat ik even deze chart weer erbij pakken. Deze. Kijk, we zijn hier 1 keer gereject. Hier zijn we ook weer gereject. Waar ben jij? Hier zo. Hier zijn we ook gereject. En kijk, dit is ook een hele mooie gedeelte. Laat ik deze favoriet toevoegen. Kijk, hier hebben we 1, 2, 1, 2 en 3 en 4. Dus hier hebben we 4 touches gehad en hier 2 touches. Dat betekent dus hoe vaker je een trend of supportlijn aanraakt, des te groter kans is dat je het gaat doorbreken. En als we ook kijken naar deze patroon, dan zie je dus dat het een descending triangle is. Dus het zou mij persoonlijk niet verbazen als we nog een dip zouden maken in de Bitcoin Dominance chart, wat ervoor zorgt dat de altcoins weer zullen toenemen. Oké. Laten we even kijken weer naar Ethereum. Nou, Ethereum chart. Nou, ziet, het is weer terug in de cup and handle pattern. Nou, hier is de cup and handle. Een stijging, een daling, een zijwaartse consolidatie op de support line. Of op de neckline, excuses. En dan gaan we weer verder. Onze parabolic curve zullen wij dan weer gaan vervolgen. Dus dat zie ik dan weer terugkomen in de chart voor Ethereum. Heel sterk, heel gezond en kan niet wachten. Nou, dat was het dan voor nu, voor de technische analyse. Ik heb nog wat nieuws wat ik met jullie weer mee wil delen. Laat ik die dan ook doornemen. Nou, hier zie je dus weekly chart forming bullish engulfing candle. Nou, dat laat ook zien. Dus elke keer als er bullish engulfing candle aanwezig is, dat laat zien van dat de trend zich zal reversen. Dus daarom is het ook belangrijk om te weten hoe jij die candles moet aflezen. Dus je ziet de hammer, je hebt de doji, je hebt de dragonfly, noem maar op. En dat doe je dan meestal op langere timeframe. Dus dat ziet er heel mooi uit. Deze kunnen we sluiten. Nou, Turkey set to introduce Bitcoin and crypto legislation without delay. Waarom? Omdat we zagen dat de Turkish lira echt enorm aan het dalen was. Nou, coming soon, Bitcoin will need to get back above the previous trend line. It will take a while and bears will likely make it one of their new things to be freaked out. If so, here is how we went to 2017. Weer de double top. En dan zagen wij ons weg weer vervolgen. Maar ook niet al te veel verwachting hebben van de voorgaande cycles. Laat de markt gewoon zijn ding doen. Time in the market is better than timing. Dat was ook zo'n gezegd, als ik me niet vergis. Dus laat de markt gewoon lekker zijn ding doen. Haal je geld pas eruit als je het nodig hebt. En vergeet niet natuurlijk ook met het nieuwjaar op een papiertje te schrijven wat je vermogen is. En daar ook al belasting over te betalen. TechDev, als we kijken naar We Like BTC, 5-day hidden bullish divergences. Lower low in de RSI, higher low in de prijsbeweging. Dat laat dus zien een trend reversal. Dat zagen we ook hier terug in het afgelopen jaar. En dan zagen we deze grote uprun. Dus nogmaals, heb geduld, beste dames en heren. Het ziet er allemaal heel mooi uit.
Deze prijsdalingen, het is allemaal gezond en het is heel goed dat het allemaal gebeurt. Met de Fibonacci Extension Tool van de previous zijn naar de swing low. 2,72 is de top. Nou, 2,72 hier dan is dan ongeveer richting 280 tot 300k. Dus we hebben nog heel veel ruimte te bewegen. En als dat goed is, is dit even kijken. Ik weet niet of de weekly candles. Ja, er zijn volgens mij weekly candles, ja, als ik me niet vergis. Dus we hebben nog echt een, ja, bijna een jaar te gaan zo te zien. Jeetje, gele lijn. Nee, niet een jaar, excuses. Zit hier nu, hè? 1,472, ja. Dat is een aantal weken. Nou, ik ben echt benieuwd. Laat het gewoon komen. Laten we ons gaan verrassen. En mooie indicatoren laten zien dat de markt heel erg bullish is. Nou, plan B, zelfs de beste mensen, of ja, de beste mensen, de meest gerespecteerde mensen in de crypto space, die kunnen het ook mis hebben met hun analyses en modellen. Dus dat laat zien allemaal, we zijn allemaal mensen. En we maken fouten en daar leren we van. En dat is ook een wijze les voor mijzelf en ons allemaal. Niet te veel uitgaan van wat die mensen zeggen, heb ook je eigen perspectief en hou daar ook aan. En ook een beetje wel gezond verstand is ook belangrijk om te gebruiken. Nou, hier zie je dan hier zo waar hij zijn punten aangeeft waar hij mis is gegaan. Heel gezond, heel sterk, heel sportief van hem dat hij dat doet. En ja, hier kan je nog steeds naar de stock-to-flow model kijken. Telkens als wij deze lijn aanraken, dat de markt weer een enorme uprun maakt. Dus hier zitten we dan weer in zo'n fase. Dus ja. Ja, kan richting 4 ton gaan en zelfs een half miljoen als ik me niet vergis. Als ik goed kijk. Nee, nog niet half miljoen, maar ik denk wel richting 4 ton. Ja, dus ik ben echt benieuwd. Laten we gewoon afwachten wat er gaat gebeuren. Oké, voor al de naysayers who question if Bitcoin is a good investment. Well better than gold, silver or the S&P 500. Best part is we are just getting started. Dus als je kijkt naar year-to-date performance, Bitcoin is positief. S&P 500 ook wel. Goud en zilver niet. Dus laat je niet gek maken door al die mensen die zeggen van ja, Bitcoin is scam, dit, dat, noem maar op. Kijk naar de metrics, data ligt er niet op. Oké, dit is ook voor de XRP-lovers. Ik ben er ook zelf een van. Ja, dus we kijken ook, als we kijken naar de Elliott Wave Theory, dan kunnen we zien dat wij dus echt een enorme potentie kunnen hebben voor XRP. Dus laat je niet gek maken wat er allemaal gebeurt in de nieuws. En in de media. Ik heb in mijn voorgaande video's ook aangegeven dat de centrale banken ook erg kijken naar XRP. En dat zij ook werken met XPOP. Dat is dus een manier om geld te versturen middels offline modus. Om calamiteiten tegen te gaan. Dus dat is ook in ieder geval heel mooi en gezond. Dus ik ben echt benieuwd. Ik heb ook zelfs testen gedaan op. Even kijken, waar was dat nou? Dat was op Solo Genic. Dit was hem. Dus deze website. Oh, ik moet volgens mij weer inloggen. Ja, volgens mij moet ik weer gaan inloggen. Kijken. Oh nee, ik ben al ingelogd. Ben ik al ingelogd of niet? Ja, nee, ik moet volgens mij nog inloggen. Ja. Maar in ieder geval, hier kan je dus zien hoe je kan traden op deze platform. En dit wordt allemaal gedaan op de Ripple-netwerk. En dan kan je dus aandelen kopen en dergelijke. Met als betaling van fiat en crypto. En dat is heel erg gebruiksvriendelijk hoe dit allemaal wordt gebruikt. Ik zal daar ook wel, denk ik, wellicht een video over maken. Ik weet niet zeker of ik dat zo. Ik zal kijken of ik dat zal doen. Ziet er heel vriendelijk uit. En heel gebruiksvriendelijk ziet het eruit. Heel makkelijk te gebruiken en ja, het is echt een aangeraden platform. Het is nog wel in de beta-versie, dus je kan dan nog niet echt hiermee gaan handelen, maar in de toekomst wel. Dus dan zie je dus echt dat XRP en de transactiekosten waren zo laag per aandeel dat je kocht. En daarom zie ik dit echt als een enorme potentie voor Ripple om dan dat als nieuwe netwerk te hebben voor de banken vooral. Ja. Ja, zeker, Ripple ziet er echt sterk uit naar mijn inzicht. En die lawsuit laat meer zien van als het lawsuit eenmaal is goedgekeurd, dat de banken dan massaal XRP zullen binnentreden. Nou, heel simpel nog even wat af te ronden. Dit is een hele korte samenvatting van hoe die research over het crypto project. Bekijk de website, bekijk de tokenomics, look into partnerships, research the founders and team,
Zijn ze transparant? Zijn het echte mensen enzovoort? Is er staking yield farming? Dat is ook heel belangrijk om te kijken of er voldoende liquiditeit aanwezig is. What are the use cases, utility? Dus waar dient het voor enzovoort? Klopt. Read the roadmap en white paper and compare market cap to similar coins. Niet alleen market cap, maar ook het project. Kijk of het ook gezond eruit ziet. En dan moet het goed komen. En hier zo nog een laatste video wat ik met jullie wil delen is robotisering, automatisering, artificial intelligence is echt de toekomst. En je ziet dan echt, kijk, dit is een robot van hoe het robot dan zich gedraagt. Kijk. Hoe de robot beweegt enzovoorts. Met facial expressions, ja, ziet er echt heel realistisch uit. Dus ik kan echt zien dat robotisering echt de toekomst is van de samenleving. En dat we langzamerhand de metaverse in zullen gaan. En dat deze robot heel veel taken en ja, werk van ons zal overnemen. Dus als investeerder zijnde, denk toekomstgericht en kijk waar je geld moet investeren. Nou, dat was het dan voor deze video, beste dames en heren. Ik hoop dat jullie hebben genoten ervan en ook van hebben geleerd. En as always, happy learning.